Nou, ik ben Joop Zoetemelk. Ik ben geboren in Den Haag 3 december 1946. Ik heb daar een jaar gewoond, maar dat weet ik zelf niet meer, want ik nog te klein denk. En toen zijn we terug naar de plek van mijn ouders in Rijpetering gaan wonen en daar ben ik opgegroeid. En daar ben ik voor timmerman gaan studeren, gaan leren, laten we zo zeggen. En heb een paar jaar in de bouw gewerkt tot ik wielrenner ging worden. En toen ben ik 4 jaar amateur geweest, waar ik onder andere Olympisch kampioen ben geworden in Mexico met de tijdrit. Dus ik vierde met Kretels, Pijn en de Nertog. In Adrand ben ik beroepsrenner geworden. Waar ik onder andere, ja, we gaan ze niet alle resultaten noemen, maar de Tour de France en wereldkampioen ben geworden. Dus het is een aardig resultaat geworden. Ik ben uitgenodigd in de WORD, de havenklassieker zoals ze het in Nederlands hebben. En ik ben morgen dus gast in de Rotterdam-Antwerpen, Antwerpen-Rotterdam. Dan kom je dan achter het peloton te rijden met een auto, met nog enkele gasten erbij, sponsors of mensen van Rotterdam of van Antwerpen. Die we dan het een of ander kunnen vertellen over de koers. In 1980 had ik een slechte start. Ik was niet 100% in vorm, laat het zo maar zeggen. Dus ik was in de eerste week ben ik een paar minuten verloren. En toen kwam de ommekeer. In de eerste tijdrit bij Bordeaux, in Damazon-la-Plume. Die won ik toen voor Bernardino. Dus dat is een heel goed resultaat. En toen kwam ik terug in het klassement. Dat is voor mij de moraal geweest dat ik terug in vorm ben gebleven en terug de Tour heb kunnen winnen. Nadat Benna inderdaad problemen kreeg en die is afgestapt. Ik heb altijd van Benna en Ino het meest gevreesd. Het is eigenlijk mijn grootste concurrent geweest in de Tour. Ik denk dat er heel weinig renners kan vergelijken met Joop Zoetemelk van de jaren 70-80. Ik heb het er net met een paar oud-renners over gehad. Dus ja, die zijn er op het ogenblik niet. We hebben een Geesing, we hebben een Mollema, we hebben een Kelderman. Maar die zijn niet van de eerste Tour die rijden op tweede geworden en de tweede ook niet. Dus ja, dit is de generatie die is iets minder als in de jaren 70-80. Laten we hopen dat het snel verandert, want het is wordt hoogtijd. Zeker als de Tour start weer in Utrecht is. Ik ga het zeker deelnemen. Ik heb een uitnodiging gekregen van Utrecht. Ik heb ze hier net nog gezien in Rotterdam bij de Permanents. En ja, ze houden de datum bij in Utrecht en aan de aankomst in de Champs-Élysées, want je hoort er gewoon bij. Dus we gaan zeker delen, we gaan er zeker zijn. Nou, de zes, dat vind ik altijd een heel mooi evenement. Ik ben er al 4 keer geweest en ik denk dat het jaar weer aanwezig zal zijn. Ik ga er misschien geen 6 keer op rijden, ik ga er wel een paar keer op rijden. Ik vind het altijd een evenement dat, ja, dat in Nederland hoog aanslaat. Het is natuurlijk voor een goed doel en dat is heel veel waard. En er zijn veel Nederlanders die het heel mooi vinden om dat te doen. Ik vind dat zelf ook. Ik heb 6 keer de Alpenwesp rijden, dus vind ik al een hele prestatie. De wedstrijd dat is afgelopen in 1987, gestopt met mijn carrière. Toen heb ik gezegd, ja, het terugnemen is nu niet meer nodig. Dus nu wordt het echt, als ik ga fietsen, voor mijn plezier. Dus ik rijd regelmatig een toertocht mee of ik rijd regelmatig gewoon een wedstrijdje onder elkaar, maar niet dat het een wedstrijd stimuleert. Ik hou van alle twee, maar ik ga zeker nog steeds voor de Goudse kaas, voor de Hollandse kaas. Een stukje Brie de Meaux op een toosje vooraf bij een glasje champagne. Dat gaat me ook goed af, maar gewoon bij het ontbijt is het nog steeds Hollandse kaas.